Yes, dames en heren. Welkom bij een gloednieuwe video. Mijn naam is Kevin Schippers. En vandaag is het een iets minder enthousiaste video. Ik ga zo meteen eventjes alles uitleggen waarom er vandaag geen video eigenlijk was. Wat er allemaal gebeurd is. En eigenlijk ook wat er aankomt of wat de toekomst inhoudt met de YouTube video's. Dus vind je deze video leuk of denk je van, let's go, ik geef Kevin gewoon een duimpje omhoog omdat ik het leuk vind. Doe dat dan zeker weten. Abonneer op ons kanaal hier beneden. Jullie weten hoe het werkt. En dan check jullie na de intro. Alright, goed. Dus, waar moet ik beginnen? Ik ging vandaag normaal een video opnemen. Het is vandaag zaterdag. Ik neem de laatste tijd mijn video's op zaterdag op. Omdat ik dan gewoon de tijd ervoor heb. En door de week heb ik gewoon ja, zo druk als het ware. En zoveel andere dingen waar ik mee bezig ben. Dat de YouTube video's soms gewoon iets naar achteren geschoven worden. En dus bijvoorbeeld op een zaterdag opgenomen worden. Maar goed, het was vanmorgen 7:30 denk ik. Ja, zoiets. Ik stond op. Ik had mijn telefoon nog niet geopend. Het was Formule 1 kwalificatie. Ik kijk er altijd, omdat ik daar gewoon ja, heel chill vind. En ik was kwalificatie aan het kijken. Ik open een keer mijn telefoon. Stuur ze in de groep. Kilian is overleden. Dus ik, wat? Ik besefte het eerst niet. Kilian is een vriend van de vriendengroep waar ik altijd mee omging. De laatste tijd ging daar iets minder mee om. Maar dat was gewoon puur en alleen omdat ik niet meer echt dronk. Ik ging niet echt meer op stap. Ik ging niet echt meer veel weg. Ik was gewoon echt aan het focussen op mijn business, op mijn werk, op sport, etc. En dat ging gewoon niet samen met de lifestyle die vrienden aanhielden. Waar helemaal niks aan mis is natuurlijk. Dat is iedereen zijn eigen keuze die daarin maakt. En hun waarderen dat ook gewoon altijd, wat ik super erg waardeer. En in één keer ik las dat bericht, ik zo... Dit besef was er nog niet eens. Maar Kilian is dus overleden in een auto-ongeluk. Afgelopen nacht, een goede vriend. En hun stuurde van wie wilt komen, die komt naar Maarten, dat is een vriend. Ja, gewoon om te even gewoon te praten over de situatie. En gewoon eventjes bij elkaar te komen om samen te verwerken. Dus ik, meteen naar daar gereden, aangekomen. Ja, natuurlijk allemaal verdrietige mensen. Een beetje gepraat over hoe en waar. Gewoon echt stil geweest, over van alles gepraat. En daarna zijn we nog eventjes iets gaan drinken in de middag. En zijn we naar de plek toegelopen, ja, waar het is gebeurd. Dus hij is op een of andere manier van de baan geraakt door een verbredingsstuk. Het is nog niet precies duidelijk hoe het is gebeurd. Met best wel een hoge snelheid, denk ik. En vol tegen de boom aangeknald met de binnenkant van zijn deur. En ja, gewoon fataal. Meteen op slag dood, zeiden ze. Ik wou niet zeker weten, maar ik hoop het echt dat dat is gebeurd. En ja... That's it. Smiddags daar naartoe geweest. Rond 12:00, 1:00 of zo. Bloemetjes gelegd. Eventjes gestaan gewoon met z'n allen. Lag zelfs nog een stuk van zijn spiegel. Zo'n rituals ding in de auto. Ja, dat is, als je dan daar komt, dan merk je toch wel echt van... What the fuck is er deze avond of deze nacht gebeurd? Ik besef het zelf nog steeds dat ik denk van... Dat niet doordringt of zo. En bij de ene is dat heel snel, bij de andere is dat iets minder snel. Dat is heel persoonlijk. Daarna nog eventjes op café geweest. Met z'n allen daar wat gepraat en gedaan. En mijn planning was dus vandaag om op te staan vroeg, die kwalificatie te kijken, daarna een YouTube video op te nemen. En dan gewoon te editen en online te plaatsen, zodat jullie vandaag om 5:00 de video hebben. Maar ja, jullie begrijpen natuurlijk, of ik hoop dat jullie begrijpen, dat ik er vandaag gewoon niet de mogelijkheid heb gehad om nog echt een video op te nemen. En ik wil ook niet, zeg maar, vandaag nog iets... Ik wou ook niet weggaan daar. Zeggen van ja, ik moet een video leuk gaan doen. Leuk gaan lachen. Enthousiast gaan doen. Terwijl het eigenlijk gewoon diep van binnen gewoon niet echt voelt als het ware. Ik ben gewoon iemand die graag gewoon echt zijn eigen ding laat zien. Positief is vaak. En gewoon zichzelf is. En niet anders voordoet dan hoe ik me voel als het ware. Natuurlijk heb je altijd van die periodes dat je jezelf wel probeert op te vrolijken. Als het van minder gaat. Maar dit is wel een heel ander geval. Dus ja, dat is dus de reden dat er vandaag geen video is. Sorry daarvoor. Excuses, ik heb als deze video online komt wel nog stuntstep les gegeven. Dat is morgen vroeg op dit moment van opnemen. Ik hoop dat dat een beetje gegaan is, dat dat goed gegaan is. Ik heb het wel verteld natuurlijk, maar ja, morgen zal het nog gymmen zijn, die lessen. En voor de rest ga ik denk ook gewoon even het
laten bezinken, even beseffen van wat er eigenlijk in zo'n korte tijd gebeurd is. Want ik heb bijvoorbeeld, mijn oma is overleden dit jaar, mijn hond is overleden dit jaar in een heel korte periode. Alleen daar zijn dingen die bouwden af, zeg maar. Dus je wist het ging slecht, je wist het ging op een duur stoppen. Met Nero ging het ook slechter en slechter en dat was ook in een paar dagen. Alleen, dat zijn dingen, daar bereid je je soort van al op voor en dan pas overkomt je echt dat het klaar is. En nu was het gewoon uit het niks, gewoon in één keer bam, weg zo. En dat is toch wel echt iets heel anders als het ware dan dat iemand, dat je daar een soort van verwacht en waar je op voor kan bereiden. Dus ja, ik merk dat ik daar nu wel gewoon diep van binnen gewoon qua moed echt wel moeite mee heb of zo. Om gewoon, ja, ik heb vandaag bijna niks gegeten. Ik probeer daar ook nog gewoon naar binnen te krijgen. Mijn eiwitten, mijn calorieën gewoon. Met iets ongezondere voeding dan maar. Buiten dat allemaal. Ik heb de laatste week ook echt moeite. De laatste maanden zelfs wel echt. Omdat het winter is geweest met mijn knie. Om echt wel leuke video's neer te zetten. Omdat als ik naar het skatepark ga, dan kan ik zelf bijna niet rijden. Omdat ik gewoon zo snel pijn heb. Omdat ik ook gewoon echt best wel fanatiek nu aan het fitnessen ben. Waardoor dat echt gewoon die combinatie heel lastig is met mijn knie. Momenteel. En ik dus gewoon echt video's probeer te maken om jullie te entertainen, ook meer op de computer. Dus ik hoop dat je dat ook gewoon leuk vindt, dat jullie dat leuk vinden. Maar de video's zijn echt, echt lastig om elke week online te krijgen met iets waar ik zelf achter sta. Snap je wat ik zelf leuk vind? Dus daar ben ik een beetje over nadenken. Ik ben er echt tegenaan aan het hikken de hele tijd. Omdat ik gewoon geen leuke content voor mezelf het gevoel heb, vergeleken met hoe het eerst was. Dus ook door de dingen die ik nu in mijn leven doe, waar ik mee bezig ben. Ja, het is gewoon heel lastig om dat te combineren. En ik wou dat wel gewoon eerlijk melden, snap je? Ik wil wel gewoon eerlijk zijn tegen jullie. Dat ik niet gewoon video's maak en dat niemand weet wat er aan de hand is. Daar voel ik mezelf niet goed bij. En ik hoop gewoon hier niet mee kijkers te verliezen. Maar ja, als het zo is, dan is het zo. En ja, ik hoop dat jullie het blijven checken natuurlijk. Dus bij deze, ik denk dat het wel duidelijk is, zeg maar, waarom er vandaag geen video is. En dan kun je ook wel zeggen, maar ja, dan moet je het eerder plannen. Maar dat is dus de reden dat de laatste week gewoon heel moeilijk is om video's te krijgen. Dan kun je ook zeggen, van ja, je moet een aantal video's op een dag opnemen. Dat klopt. Alleen, ik krijg dat gewoon niet voor mijn gevoel klaar om dat zo te doen. Ik weet niet hoe dat komt. Dat is gewoon, ja, best persoonlijk. Ik heb letterlijk nu al bijna 2 jaar dat ik elke week een video upload. En zelfs in het begin 2 video's per week. Ik heb nog geen enkele video gemist. En dat is wel iets wat ik gewoon heel nice vind, terwijl gelukkig is. De meeste halen nog niet eens een jaar. En dat komt natuurlijk ook gewoon door jullie support. Dus dankjewel daarvoor. En ja, voor de toekomst, ik weet het momenteel nog niet. Ik ga jullie natuurlijk gewoon op de hoogte houden van wat de status is. En ik denk of ik hoop dat er volgende week gewoon weer een nieuwe video is. En laat het ook zeker weten als jullie dat willen, want dat motiveert natuurlijk ook om die video's te maken. Het is niet dat ik dat per se daarvoor doe, maar het is natuurlijk wel leuk om altijd die feedback te krijgen. En die video's maak ik ook gewoon echt voor jullie, voor promotie natuurlijk, voor mezelf ook. Maar omdat er altijd zo'n leuke reacties op waren en ik zo'n leuke feedback krijg van mensen van, oh ja, mijn zoon zit heel de YouTube video's te checken en zo. Dus ja, thanks naar jullie sowieso. En ja, geniet van het leven, jongens. Het kan echt in een klap voorbij zijn. En dus doe alsjeblieft wat je heel graag doet. Doe alsjeblieft waar je achter staat. Doe geen dingen omdat andere mensen het doen. Doe echt dingen die je zelf leuk vindt. En ja, geniet van het leven alsof het je laatste dag is, zeggen ze wel eens. Maar ja, het is eigenlijk wel gewoon echt zo. Dus enjoy. Doe wat je graag doet. Geniet ervan. En ja, man. That's it. Ik check jullie volgende week normaal gezien bij een gloednieuwe video. Vond je deze video nou interessant of denk je, wil je iets laten weten? Doe het eventjes in de comments. Laat een blauw duimpje achter en abonneer op ons kanaal. En zoals ik altijd zeg, tot de volgende. Laters.